En welkom terug op mijn kanaal. Leuk dat je er weer bent. Als je hier voor het eerst bent, welkom. Vandaag, ik kom net uit de shower. Ik sta in mijn badkamer, dus als mijn geluid een beetje vreemd is, ik sta in mijn badkamer. Dus dan weet je dat. Ik dacht, het is misschien leuk om jullie mijn avondroutine te laten zien. Ik ben de laatste tijd wat meer van de skincare. Ik ga ondertussen even mijn haar... De ding op mijn hoofd de hele tijd. Zo. Ik ga nu geen haar helemaal doen of zo. Als jullie dat wel leuk vinden trouwens, laat me even weten. Misschien kan ik laten zien hoe ik mijn haar doe. Ik heb natuurlijk heel erg krullend haar. Dus misschien dat je, als je dat interessant vindt, moet je me maar even laten weten. Maar ik dacht ik laat eens even mijn skincare routine zien. Het is misschien niet eens zo heel boeiend. Misschien denk je van, moet ik met deze video? Ik probeer gewoon zoveel mogelijk content te maken om jullie een beetje gezelschap te houden voor de mensen die thuis zitten in de quarantaine. Ik persoonlijk werk gewoon, dus ik zit niet thuis. Tot nu toe in ieder geval, hè. Mocht er nou echt iets gebeuren, dan hoor je dat. Ik heb onder de douche, het is vandaag zondag, ik had vandaag geen make-up op verder. Maar ik heb wel mijn huid gereinigd met, even erbij pakken, mijn reinigingsgel. Ik gebruik gewoon die van de Kruidvat. Het is maar reinigingsgel, ook al schijnt het heel belangrijk te zijn, goede reinigingsgel. Ik gebruik die van de Kruidvat. Ik gebruik de normale en gemengde huid, want dat heb ik. Ik heb een gemengde huid. En die werkt gewoon prima. Daarna, vooral als ik make-up op heb, maar ook als ik het niet op heb. Want het is toch belangrijk om verder... Kijk, een reinigingsgel haalt het er wel af, maar die haalt het niet helemaal goed uit je poriën. Gebruik ik het micellair water van Garnier. Met een wattenschijfje. Als je ziet dat ik die kant op kijk, ik heb daar de spiegel. Ik heb ook wel de grote spiegel, die staat achter jullie, zeg maar. Maar ik heb deze spiegel, die vind ik heel fijn. Want daar zie ik mezelf in het heel groot in. En ik haal alsnog even een wattenschijfje met reinigingswater over mijn huid. Want ook als je geen make-up op hebt, het gaat er natuurlijk de stof en dat soort dingen. Je kan het waarschijnlijk niet zien, maar in het echt zit er wel wat op. Dus... Ik doe dat. Zo. Dan pak ik nog een watje. En dan pak ik mijn toner. Met toner zorg je ervoor dat het je poriën weer wat sluiten en dat soort dingen. Ik gebruik deze. Die vind ik eigenlijk gewoon prima. Die komt bij de Action weg. Voor 80 cent of zo. En die haal ik ook over mijn huid. Belangrijk, niet over je ogen met een toner. Deze ruikt ook wel echt helemaal lekker. En deze zorgt er ook voor dat je echt het allerlaatste uit je poriën haalt. Zo. Ook hier komt nog steeds iets vanaf. Het is niet veel, maar... Zo. Dan, ik heb een klein setje van Estée Lauder. Die gebruik ik niet heel vaak. Het is echt zo'n mini setje. Ik gebruik hem niet heel vaak. Ik vind hem niet heel erg fijn. Het enige wel wat ik fijn vind is dit hele kleine flesje met Essence. En Essence is weer iets anders dan een toner. En die heb ik ook echt bijna op. En die doe ik ook op een watje. En dat is een beetje wat dikker. En ook dit haal ik over mijn gezicht. Je kan dit ook in je handen doen. Zo en dan... op je gezicht aanbrengen. Het is maar net wat je fijn vindt. En ik moet zeggen, ik gebruik dat ook niet iedere avond hoor. Als ik denk van nou, het is wel goed. Wat ik wel iedere avond gebruik en ook iedere ochtend is mijn vitamine C booster van de Kruidvat. En deze zorgt voor een natuurlijke glow. Ik moet zeggen, sinds ik deze gebruik, mijn huid ziet er ook wel iets beter uit. Ik heb sowieso altijd... Ik weet niet of je dat hier ziet. Altijd rode wangetjes. Altijd. En ik doe daar gewoon flink wat van op. Laten we het daarop houden.
Dat laat ik even een klein beetje intrekken. En dan ga ik over tot mijn nachtcreme. En ik gebruik de Skin Science Night Cream van de Kruidvet. Dit is mijn tweede potje al. Gewoon een prima nachtcreme. En ik was eerder helemaal niet van de dag- en nachtcreme. En laat me met rust, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Maar ik moet zeggen, mijn huid is wel serieus verbeterd. Daardoor. 'S Ochtends gebruik ik ook de booster weer. En 's ochtends doe ik het heel minimaal hoor. Want zoals jullie weten sta ik heel vroeg op. Wat ik ook fijn vind is om het echt erin te masseren. Soms ben ik met mijn moeder aan het bellen en die zit me dan echt aan te kijken van... Ben jij nou aan het doen? Zo. En dan is dit mijn nighttime routine. Ik doe niet heel veel bijzondere dingen als ik echt zin heb. Dat is mijn nighttime routine normaal niet. Ik heb nog een ooggel. Ik gebruik deze van de Estée Lauder uit het kitje. Die breng ik zo aan. Mijn telefoon gaat. Die breng ik gewoon zo aan. En die laat... Ik breng altijd ietsje pietsje meer aan. Dat laat ik ook echt helemaal intrekken in mijn huid. En voordat ik de Estée Lauder gebruikte, ik moet zeggen, ik heb gekeken naar wat het grotere potje kost. Vind ik heftig hoor. Estée Lauder, als je me wil sponsoren. Hello. Ik gebruik anders die van de Lil. Die is prima ooggel. Deze van de Estée Lauder is echt van voor de nacht, zeg maar. En dan is dit echt mijn nighttime routine. Ik doe niet heel veel meer bijzonders dan dit. En dat werkt voor mij prima. Er zijn mensen, ook YouTubers, die heel veel stappen hebben. En dat vind ik top. Maar dit werkt gewoon voor mij. Ik hoop dat je het leuk vond. Een keer een wat snellere video. Dan praat ik ook niet zo lang. Nu word ik weer gebeld. Wat is dit nou dan? Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!